Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Weer hartstikke warm weer. En de auto was weer buiten. Dus ik ging even dood in het begin. Maar het is nu wel weer lekker cool. Ik ben onderweg naar mijn afspraak. En ik vind het echt heel erg spannend. Ik had dus vorige week, ik had al aangegeven. En ik wil heel graag bindweefselmassages doen voor mijn bovenbenen. Omdat ik toch op vakantie had gezien. En dat ik, ja, mijn bovenbenen zijn gewoon achteruit gegaan. Is waren ze veel mooier. En ik dacht misschien gaan bindweefselmassages mij daarbij helpen. Om een beetje die cellulitis een beetje weg te krijgen. En daarbij wil ik natuurlijk ook sporten. Dus niet alleen maar deze massages. Maar dat gaat nog een beetje moeizaam. Vooral omdat ik zeg maar, ik eet nog niet gezond genoeg om te gaan sporten zeg maar. Meestal als ik heel erg gezond bezig ben qua voeding. Word ik ook gemotiveerd om weer te gaan bewegen. Maar dat heb ik nog niet helemaal. Want het ligt ook een beetje aan het weer. Want ik wil gewoon de hele dag gewoon lekker cola drinken en ijsjes eten. Ik moest eigenlijk een half uur later vertrekken. Maar Nessie heeft dus een meeting thuis. En ik vind het dan niet zo fijn als ik dan thuis ben. Maar ik denk van ja, kan ik dan zo even een half uurtje eerder gewoon vertrekken. Dan kan ik rustig gaan ergens even stoppen. Misschien even wat te drinken halen. En dan gewoon doorrijden. Want ik moet helemaal naar Amsterdam. Ik heb denk ik echt nu al een week gewoon geen los haar gehad. Ik heb mijn haren de hele tijd vast. En het is gewoon echt het beste ever in deze hitte. Ik wil echt mijn haren niet los. Gadverdamme. Ik vind het al irritant. Ik heb nu een lage knot dat zeg maar een beetje in mijn nek zit. Dat vind ik al Merken jullie een verschil in mijn highlighter? Ik heb een andere highlighter ook. Zeg of jullie deze mooier vinden of niet. Want dit is de nieuwe van NARS die ik jullie laatst liet zien. Die palette met de blush en zo. En hij is gewoon echt zo gepigmenteerd. Ik hoef echt maar een beetje mijn kast te doen en dan krijg ik gewoon dit. Zo jongens. Coffee break. Inmiddels aangekomen in Amsterdam. Weet je trouwens wat ik echt heel goor vind? Van die desinfecteergellen tegenwoordig. Die zeg maar overal op moet doen. Die stinken zo hard. Niet normaal. Ik haat ze. Ik neem gewoon vanaf nu mijn eigen handgel mee. Want echt, mijn handen stonken net zo erg. Ik heb ze maar even onderweg ergens gewassen. Want ik kon de geur echt niet meer aan. Maar guys, ik ben aangekomen en we gaan nu starten. Ik vind het echt heel spannend. Want ze hebben me al voorbereid erop dat het echt best wel pijnlijk gaat zijn. En de eerste keer is maar een half uur. Maar ik laat jullie even zien wat mijn reactie is hierop. En we gaan eigenlijk vooral mijn benen doen, mijn bovenbenen. En zit het nu ook nog mijn onderbenen, want volgens mij is het omdat ik heel veel vocht vasthoud. En onderbenen doen eigenlijk helemaal geen pijn op dit moment. Kijk, we zijn nu bezig met mijn bovenbenen. Heftig. Ik moet hier echt even doorheen. Guys, ik ben klaar. Ik ben dood gegaan. Maar het voelt achteraf wel echt heel erg fijn, moet ik zeggen. Mijn benen zijn helemaal rood nu. Ik ben klaar. Dit is echt gewoon de perfecte voorbeeld van die mooi wil zijn met pijn lijden. Perfecte voorbeeld van. En hoeveel pijn ik ook had, ik heb gewoon een vervolgafspraak gemaakt. Dus iets ging gewoon. Ik weet niet wat het is. Het doet zeg maar op het moment zelf heel veel pijn. En daarna denk ik, wauw, dit is gewoon het chillste gevoel ever. Mijn benen voelen nu zo goed aan. Even voor de duidelijkheid. Zodat die behandelingen dus zo goed mogelijk werken. Moet ik nu ook gezonder eten en gaan sporten. Dus dat motiveert mij wel weer. Ik ga nu even naar de supermarkt. Ik denk dat ik even een salade ga maken zo. Oh mijn god, mijn bovenbenen is zo goed bij. Volgens mij heb ik echt allemaal blauwe plekken. Ik zweer. Ja, wat ik wil zeggen. Het motiveert mij nu gewoon gezonder te gaan doen. Omdat ook gewoon, ja, anders werkt het gewoon niet zo heel erg goed. Gezonder als je zoveel pijn lijdt om vervolgens geen resultaat te hebben. Guys. Ik had net een afspraak bij de huisarts. Ik wil toch even laten checken hoe het zat met het vocht vasthouden bij mij. En ik ben doorverwezen naar een dermatoloog om er even naar te kijken. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij om. Kijken of er misschien een onderliggend probleem is. Of zo, die dat veroorzaakt. Ik ben met Nessim. Nessim is in de buurt aan Nippo. Nessim ziet er echt veel beter uit. Dat één. En twee, wij zijn op zoek naar eten. Het is gewoon simpelweg te warm om te koken. Ik had heel erg veel zin in salade. Oeh, we kunnen naar Happy Italy gaan. Ja, lekker. Echt? Ja. Ja. Wat is het? Oh. Dat was hem. Oh. Dat was hem! Oh. Echt, ik heb nog geen zin om te. Wil je niet een keer rijden? Dat is ook voor de paal. Ja, ik rijd. Ik ben er echt een beetje klaar mee hoor. Ik wil gereden is daar. I can't. Hij zit in de auto en ik kan eindelijk op
passagiersstoel zitten. Heerlijk, love my life. Wij gaan naar Happy Italy. En wij dachten dus dat we moesten reserveren. Dus we keken wel even op de site. En toen stond er dat het helemaal vol zat daarbinnen. En toen baalde ik al. Maar toen ging ik bellen. En wat blijkt, dat je alleen maar hoeft te reserveren als je binnen wil zitten. Want op het terras mag je gewoon gaan en staan waar je wil. Dus daar gaan we nu heen. We gaan lekker op het terrasje Happy Italy eten. Love my life. De beste oplossing voor vandaag. Je kan daar ook salaris nemen, hè? Ga je gezond doen? Ik heb gepast uit. en tiramisu? Ga je dat ook nemen? Nee, geen tiramisu. Geen tiramisu, want Nessie weet al wat hij wil. Ja, zeker. Ik weet 100% zeker wat hij wil. Zeker. Hij gaat zeker voor ijs. Ja, zeker. En elke dag zegt hij, dit is de laatste. Ja, nou, mooi niet. Hij moet denk ik weer beginnen met het sport, denk ik. We willen even ons nieuwe liedje laten horen. We hebben altijd een liedje die wij zelf verzinnen thuis. Jij. En dit keer is het... Oké, ik ben de verzinster. Het liedje heet Macalene. En Nessim neemt het altijd over. Het heet Macalene Macalono. En het... gaat zingen. Macalono. Macalene Macalono. Macalene Macalono. Dit was mijn liedje. Elke keer komt er iets geks uit en dan wordt even tijdelijk ons liedje. Macalene. Het terras is vrij leeg. Er zijn maar 3 tafels bezet. Helemaal top. Oh mijn god, kijk dit hier. Pizza's met Nutella, KitKat, Oreo, candy. Oh my god. Jongens, ik ben voor een pasta bolognese gegaan. En ik heb tot de frutti. Nessie is voor een pasta met tonijn en garnalen gegaan. Ik heb dus gevraagd om extra, tenminste, niet om extra, ik heb gevraagd om Spaanse pepers, zie je dat? Ik ben benieuwd. Spaanse pepers zijn echt pittig, I love it. En we hebben een lekkere salade, dat is een soort van choban bij de Happy Italy, die heet mista. Krijg je natuurlijk komkommer, tomaat, ui en olijven. Wij zijn weer terug, hallo, oh, wat gebeurt er? Wat gaat papa doen dan? Mobiel vergeten in de auto, hè? Beetje dom. Wij zijn dus weer thuis en het is gewoon zwaar afgekoeld. Het is een beetje gelig buiten, echt heel raar. Maar het gaat denk ik zo regenen en ben ik heel blij om. Lekker afkoelen overal. Ik ga lekker op de bank liggen. Ik ga een hele fles water opdrinken. Jullie die gele gloed die van buiten gewoon komt? Niet normaal. Kijk, deze hele fles ga ik nu opdrinken. Ik update trouwens over mijn benen. Pijn, jongen. Als ik ga zitten heb ik pijn. Als ik ergens licht tegenaan kom heb ik pijn. Als Nessie me aanraakt heb ik pijn. Pijn, pijn, pijn. No joke, maar deze aardbeien ruiken echt zo lekker, niet normaal. Hoe lekker zit dit eruit, jongens? Oh my god. Ik heb ergens in een watermeloen nu. Zoveel fruit en ik wil watermeloen. Okay.